Sinds gisteren waarschuwt de landelijke GGD kinderen voor de gevaren van energiedrank. Deze bevatten te veel cafeïne en zijn daarom schadelijk voor de gezondheid van kinderen. De GGD ziet de energiedranken graag uit de schappen van de supermarkt verdwijnen. Bovendien pleiten ze voor meer voorlichting over de gevaren van energiedrank.